De verschillende maatregelen die door enkele commerciële banken zijn getroffen, zijn van groot belang. René van Rooij, directielid van de Surinaamse Bank, geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat de 4% transactiekosten die momenteel in rekening worden gebracht bij het storten van de US-dollar onderdeel is van een groter plaatje. De bank was genoodzaakt deze maatregelen te treffen om de cliënten indien nodig te beschermen. Die voorraad heeft een aantal aspecten voor ons. Eén, dat betekent hogere kosten, omdat we die voorraad ook moeten verzekeren, dus hogere verzekeringslimieten. Maar daarnaast kunnen we deze contante US dollars ook niet gebruiken voor het aanzuiveren van de rekeningen bij de correspondentbanken. En u weet misschien is dat wij werken met banken in het buitenland samen om het internationale betalingsverkeer in stand te houden. Wij kunnen die contant US dollars niet gebruiken omdat we niet kunnen verschepen gezien de problematiek van 2018. U weet waarschijnlijk nog het aanhouden van de geldzending. Dus we kunnen alleen maar rekeningen aanzuiveren in het buitenland giraal. Dus als wij geen girale US dollars krijgen, kunnen wij ook die rekeningen niet aanzuiveren. Dus in feite voor het internationale betalingsverkeer zijn de contante US dollars niet van veel waarde. Een derde aspect is natuurlijk compliance regels. Alle contante stortingen maken het erg transparant en we moeten ook telkens die herkomst vragen, transparant waar die gelden vandaan komen. En compliance regels zijn internationaal natuurlijk heel erg belangrijk en we proberen er ook zoveel mogelijk aan te voldoen om ook onderdeel uit te blijven maken van het internationale betalingsverkeer. Van Rooij legt verder uit dat de maatregel ervoor moet zorgen dat de instroom van Amerikaanse dollars wordt verminderd, zodat de voorraad iets wat terugloopt. Daartegenover heeft de bank andere maatregelen laten vallen voor het gemak van de cliënt. Nou, wat we op hetzelfde moment hebben gedaan, hebben we gezorgd is dat de opnamekosten en opnamelimieten vervallen zijn. Dus mensen kunnen onbeperkt opnemen, kunnen onbeperkt zonder kosten de opnames doen van hun US dollar rekening. In het verleden is het wel eens andersom geweest. Toen hadden we te weinig contant US dollars. Toen waren juist de opnames belast en de stortingen vrij. Dus het is echt een instrument wat we proberen in te zetten om die voorraad te managen en om de aspecten van extra kosten niet kunnen gebruiken van de US dollar en die compliance regels zo goed mogelijk te managen. Dus dat is de hele context waarom we dat gedaan hebben en waarom we eigenlijk ook wel graag, en dat kan ik u ook meteen beloven, op het moment dat we deze zaken meer genormaliseerd zijn, gaan we die regel weer terugdraaien. Dus het is geen regel die we hebben om ervoor te zorgen dat we meer geld verdienen. Het is puur een regel om te kijken hoe kunnen we die voorraad, hoe kunnen we die adequaat managen. Van Rooij onderstreept dat het giraal kopen van US dollars nog altijd een optie is, zonder dat er extra kosten bijkomen.